Uiteindelijk bereiken de dan pas 16-jarige Jamai Lohman en de 15-jarige Jim Buckham de finale. De idolsgekte stijgt naar ongekende hoogte. Dan wordt het echt een gekte. Idols was zo populair. Dan heb je op een gegeven moment een signeersessie op de Dam. Samen met Jim. Jullie maken promotie, proberen mensen daar naartoe te krijgen. Zouden eigenlijk, wat ik begreep, aan een klein tafeltje zitten om daar leuk te signeren. Ja, ja, dat was. En dat liep even anders, hè? Dat ging helemaal mis. Het stond helemaal vol. Het was eigenlijk niet Nederlands als ik terugdenk aan dat moment. Vind je ook niet? Jim en Jamai die een balkon opkwamen. Ja. Alsof de koningin er stond. Echt. En waar iedereen gillen en politie. En ze moesten met escort hier komen en weg. Het was gewoon echt onwerkelijk. We wisten natuurlijk wel dat het aan de hand was. Maar dat het zo'n succes was, had je misschien onderschat? Ja, iedereen. Ja. Iedereen, ja. Ik kon gewoon niet meer over straat. Dat was zo niet alleen voor mij gek, maar ook voor mijn ouders, mijn zussen. Het was heel, natuurlijk, het was zo'n gekkenhuis. En dat heeft, denk ik, een jaar geduurd of zo. En daarna werd het wel minder, want het is natuurlijk een hype. Maar dat was wel lastig in het begin om daarmee om te gaan. Want dat, ja, dat zette gewoon heel het gezin op zijn kop. Tijdens de finale is het ouderwets stil op straat. Maar liefst 5 miljoen mensen zien het tv-hoogtepunt van 2003. Het was spannend of die jongens die druk van die finale aankonden. Ik vond het niet eens zo spannend wie er zou winnen. Jim of Jamai. De winnaar van Idols 2003 is geworden... Jamai! Ja! Het was echt, echt heftig. We hebben echt gewoon geschiedenis geschreven. Die jongens zijn nog steeds ontzettend succesvol. Ja, ontzettend. Zij zijn, denk ik, de meest succesvolle kandidaten, deelnemers van alle idols. Of überhaupt alle talentenshows die er geweest zijn. Daarna Voice, X-Factor, noem ze maar op.